Bourbonsmuseum opende op zondag 24 maart een nieuwe tentoonstelling die bezoekers mee terugneemt in de tijd. Het betreft een authentiek nagebouwd winkelstraatje van weleer met daarin tevens diverse oude ambachten. Na een jaar van intensieve voorbereiding en toewijding door een team van vrijwilligers opende het museum dit nostalgische winkelstraatje. In dit leuke winkelstraatje zijn 8 verschillende oude beroepen tot leven gebracht. Waaronder een kapsalon, schoen- en kleermakerij, een sigarenmakerij en een zadelmakerij. Het oude dommelsteegje komt daar weer tot leven. Pruimtabak, hadden we vroeger ook. Afrekenen in het soepwinkeltje van toen stond in een schril contrast met het huidige computerkassasysteem. Nee. Het is veranderd, Wilma. Maar dan worden we een euro. Niet niks met snoep te maken. Ja, nee, dat is hetzelfde. Wacht. Hier. Hier net gedaan. Wat is de prijs? Ja. Eén binnen, ja. Oh, het is altijd bij. Ja, misschien, hè? Ja, misschien. Ja, zin ik al. En de eerste keer. Ja, dan bij binnen. Nee, maar dan moet je... Nou, gaat je er niet aan. Dit en dat je de versie moet doen. En dan?